de 2 dagen voor de wedstrijd tegen Eindhoven. Nooit een winnende elftal veranderen. Klopt dat? Dat klopt. We gaan met dezelfde 11 mensen starten als tegen Topos en Tech. Dus ja, geen reden tot verandering. Je bent in een flow weer proberen te raken. Zijn jullie daar nu ook een beetje in geraakt? Nou ja, als jij 3 wedstrijden zou kunnen winnen in 1 week, dan denk ik wel dat er een hele goede. Ja, dat is wel een goede duw in de juiste richting. En daar gaan wij gewoon voor. Nou ja, je hebt vandaag ook een stuk van de training gezien. En als je ziet van hoeveel energie in deze groep zit, dan ben ik er absoluut van overtuigd dat wij zonder de lijn doortrekken. Ik heb Eindhoven gisteren ook even gezien. Dat viel mij niet tegen. Het viel gisteren niet tegen. We hebben, Arne Slot is gisteravond live bij de wedstrijd geweest. Die heeft ook daarvoor nog 2 wedstrijden bekeken via 4 beelden. En dan moet ik wel zeggen dat zij gisteren wel in onze optiek van die 3 wedstrijden hun beste wedstrijd speelden. Dat is een beker tegen een eredivisieclub, dus dan geef je misschien ook wel iets meer energie. Maar als zij morgen dezelfde energie kunnen leveren als wat ze gisteren gedaan hebben in de bekerwedstrijd tegen Heerenveen, dan kunnen ze ons heel lastig maken. Met een hele goede Rij Vloed. Rij Vloed was gisteren geweldig. Ook in het aanvalspel. Hè. Hij scoorde die goal dan niet helemaal, maar het was wel een beetje zijn actie. Maar je zag hem ook een paar keer terugverdedigen. En dan zag je wel de Rij Vloed. Dan kun je wel zien dat hij heel erg goed kan voetballen. Ja, dat heeft hier jammer genoeg niet laten zien. Ja, maar dat is verleden. Hè. Hij heeft. Hij had ook misschien een beetje de pech dat het met het hele elftal toen wat minder ging. Hè, maar dat Rij Vloed kan voetballen, dat staat buiten kijf. Nou, gisteravond was ook de loting. Van de KNVB-beker, daar rolde Ajax uit. Ben je daar tevreden over? Ja, je hebt me aan de voorkant had je hem ook al gevraagd. Bij Tech had je hem ook al gevraagd van waar ben je blij mee? Nou, toen zei ik van in ieder geval een team wat of Jupiler League speelt of een divisie lager dan ons speelt. Nou ja, dat was een thuiswedstrijd, dat was natuurlijk de wens. En dan zit je voor de televisie en dan zijn er 6 wedstrijden geloot en dan blijven er 4 balletjes over. Waar Cambuur, AZ, Ajax en ASWH. Nou, dan hoop je thuis op ASWH, daar ben ik heel eerlijk in. Omdat dat natuurlijk de grootste kans is om een ronde verder te komen. En dan rolt Cambuur zijn eerste thuiswedstrijd tegen Ajax. Nou ja, dan denk je van, dan denk je eerst even poeh. Maar dan in één keer dan denk je van jongens, dit is een geweldige wedstrijd. Een live wedstrijd, volle bak. Goed voor de club, goed voor de supporters. En voor ons een mooie uitdaging om van Ajax gewoon te gaan winnen. Hetzelfde scenario was er bijna 20 jaar geleden ook aan de hand. Hè? Toen kwam Ajax hier ook. Misschien dezelfde stunt. Ik ben bij de wedstrijd geweest en dat schoot mij gisteren als eerste te binnen. En toen dacht ik gelijk aan Milko Pieren dat hij de 2 in de winnende goal maakte tegen Ajax wat net wereldkampioen was geworden. En dat is natuurlijk wel een beetje het scenario waar we op hopen. Het is weer december, het kan weer heel koud zijn, het zit hier weer bomvol en dat is allemaal denk ik in ons voordeel. Dus zelfs tegen Ajax liggen de kansen voor ons. Wens ik heel veel succes zondag. Hey, bedankt.